Martini Mulder-Bezier is het enige kind van haar moeder en koopvaardijofficier Jacob Bezier. Hij was gezagvoerder van de motortanker Okana en sneuvelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tini, inmiddels zelf weduwe, heeft een druk bestaan met handenarbeid, wandelen en haar kinderen en kleinkinderen. Tini weet niet veel van haar vader. De weinige tastbare herinneringen aan hem zijn bewaard in een houten kistje dat in haar woonkamer staat. Daarin diploma's, een paar brieven en enkele foto's van haar vader. Mijn moeder was 2 maanden zwanger toen hij dus weer wegging. Maar dat was waarschijnlijk voor een korte periode, want hij heeft mij dus wel nog een jaar van mijn leven meegemaakt als klein kind. Want dat heb ik wel gezien op foto's. Maar daar heb ik verder geen herinneringen aan, alleen die foto's. Mijn moeder heeft mij verteld, ik denk toen ik 9 was, want voor die tijd, ja, begrijp je dat toch niet, dat mijn vader is omgekomen in de oorlog. Dat hij getorpedeerd is voor de kust van Newfoundland door een Duitse onderzeeër. En dat ze uit het water gehaald zijn, nog wel heel kort geleefd hebben. Want het was natuurlijk hartstikke koud daar. En dat ze dus overleden zijn. En dat er maar een paar mensen waren die het overleefd hebben. We staan hier in de haven van Halifax. En Halifax kennen we van de geallieerde konvooien die Europa bevoorraden tijdens de Tweede Wereldoorlog. We zijn in 1942 en het Nederlands motortankerschip, de Okana, is met benzine op weg van Curaçao naar Halifax om uiteindelijk de oversteek te maken naar Europa. En de Okana die is hier helaas nooit aangekomen. Het tankschip Okana werd in 1938 door Shell feestelijk in de vaart genomen. In de Tweede Wereldoorlog werd de Okana, zoals alle Nederlandse koopvaardijschepen, verplicht ingezet voor de geallieerden. Kapitein Bezier kwam zo onder gezag van de overheid te staan. Zijn schip werd hiermee ook vijandelijk doelwit voor de Duitsers, die met hun onderzeeërs onder meer in de Canadese wateren opereerden. Met groot gevaar voor tankers zoals de Okana. In Halifax gaan we op zoek naar ooggetuigen van de zeeoorlog bij Nova Scotia. In de haven ligt een corvette, een Canadees oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog. Het is nu een drijvend museum dat in stand wordt gehouden door vrijwilligers. Een vrijwilliger van het drijvend oorlogsmuseum brengt ons in contact met een ooggetuige. Het is Earl Wagner, in de Tweede Wereldoorlog stuurman op oorlogstankers zoals de Okana. Earl is nu 92 jaar oud. My position was ordinary seaman when I started in 1941 and I sailed during the war until 1945 and I was up to chief officer on a tanker. My most vivid memory of World War II was in spring of 1942, sailing along an American coast in sight of the land. And during the daylight hours from about 6 o'clock in the morning to around 7 or 8 at night, I observed 18 ships that was sunk, laying on the ocean floor with part of the superstructure, the funnel and the mast exposed. There was only one of those ships, was a cargo passenger ship that was still afloat, and that was burning and it was listing badly and then abandoned. So that was the threat of, that was total war. It's total submarine warfare, what the German submarines could do. The company I worked for was one ship was called the Vancolite.
It was the officers and crew, 48 of them were totally lost. Another one was the Montrolite, and she had 45 crew members and half the crew was lost. So I knew other companies, other ships too. And I lost family, cousins and so on during the war too. And I also lost shipmates too, but that's what you have to expect in warfare. And we were young and we always figured that we were going to survive. In my 4.5 years at sea, I didn't see anybody. I saw the end result, though, which was total warfare at sea by the Nazis. As far as the Okana is concerned, people told me that it was a Dutch tanker that was torpedoed 50, 60 miles off of Cape Sable, and most of the crew and the officers were lost, and I think five saved, and it was in March of 1942. I didn't see it myself, but I served many times with a lot of Dutch tankers during the war in convoy. We verlaten Halifax en vervolgen onze zoektocht naar wat er precies gebeurd is met de Okana. We zijn nu op weg naar Cape Sable, het zuidelijkste puntje van Nova Scotia in Canada. 70 mijl uit de kust is daar de Nederlandse motortanker de Okana, 25 maart 1942, door een Duitse U-boot getorpedeerd. Aan boord waren 57 bemanningsleden, waaronder de Nederlandse kapitein Jacob Bessier. Op dat moment was hij 33 jaar oud. Cape Sable ligt op de zuidelijkste punt van Nova Scotia. Het is er dun bevolkt. Hier en daar een houten huis, een winkeltje en een haventje. De mensen leven hier van de krabben- en kreeftenvangst die tussen november en mei is toegestaan. We vinden een vriendelijke kreeftenvisser die ons met zijn bijbootje naar een ongerept eilandje voor de kust wil brengen. Daar staat de vuurtoren die kapitein Bessier in zicht moet hebben gehad toen hij in de nacht van 24 op 25 maart 1942 met de Okana langs Cape Sable voer. We staan hier in Cape Sable, het zuidelijkste puntje van Nova Scotia. En we zien hier de vuurtoren waar vandaan in de nacht van 24 op 25 maart 1942 een enorme lichtflits was te zien op zee en een uitslaande brand. Het bleek te gaan om de Nederlandse Shell-tanker, de Okana, die op weg was van Curaçao naar Halifax met een lading gasolie. Op 24 maart 1942 om 12 uur 's middags kreeg de U-552 van Erich Topp de Okana voor het eerst in het vizier. Elke keer als kapitein Bessier van de Okana de U-552 boven water ziet komen, vaart hij op volle kracht op de onderzeeër in en probeert hem te rammen. Dat gebeurt 3 keer gedurende de 20 uur durende achtervolging. Maar telkens weet de U-552 door snel onder te duiken een aanval net te voorkomen. Op 25 maart om 8 uur 13 ochtends vuurt de U-552 een torpedo af die de Okana vol midscheeps raakt. De Okana explodeert en vliegt in brand. Het schip bevindt zich dan op 70 mijl van Cape Sable. Na de explosie van de Okana wordt er direct alarm geslagen. Schepen uit de nabijgelegen havenplaatsjes Shelburne en Roseway proberen zo snel mogelijk bij de brandende Okana te komen om hulp te bieden. Dit is de haven van Roseway. Een vissersboot uit deze haven, de Robertson One, rapporteerde als eerste dat er een schip getorpedeerd was. Later die dag pikte een Amerikaanse vissersboot, de Joffre, 8 mensen op uit zee. Ze bleken allen overleden te zijn. De Okana werd door de torpedo-inslag en de daaropvolgende brand volledig verwoest. Maar het schip dreef nog wel. Aan boord werden geen overlevenden aangetroffen. Het Amerikaanse marineschip, de USS Mayo, dat in de buurt was, zag een reddingssloep drijven. Daarin zaten 4 bemanningsleden van de Okana. Ze leefden,
maar waren er slecht aan toe. De Mayo nam ze aan boord en stoomde op naar de Amerikaanse marinebasis Argentia op Newfoundland. Onderweg overleed kapitein Bezier alsnog aan zijn verwondingen. De torpedoaanval had aan 54 van de 57 opvarenden het leven gekost. Dit is de baai bij Argentia op Newfoundland, Canada. In 1941 werd hier een Amerikaanse marinebasis gebouwd, waar vandaan de geallieerde schepen werden beschermd tegen Duitse onderzeeërs. Dit gebeurde met oorlogsschepen en patrouilleboten en ook met vliegtuigen. Daarvoor was op de marinebasis een vliegveld aangelegd. Pas in 1975 kwam het grondgebied van de marinebasis in Argentia weer in Canadese handen. De basis was inmiddels ontmanteld. Nu zijn er alleen nog overblijfselen te vinden van een hangar en enkele vervallen barakken en gebouwen. De haven van Argentia is tegenwoordig in gebruik voor vrachtschepen en ferries. Op 26 maart 1942, een dag na de torpedering van de Okana, kwam hier in de haven van Argentia het Amerikaanse oorlogsschip de USS Mayo aan. Met aan boord de drie overlevenden van de Okana en het lichaam van Jacob Bezier. Ze werden alle naar het ondergronds militair hospitaal in Fort Andrew gebracht. Fort Andrew was gebouwd om de haven en het vliegveld van de marinebasis Argentia met artillerie te beschermen. Onderdeel van het fort was ook een ondergronds militair hospitaal. We gaan op zoek naar de overblijfselen van het fort. Na een uur vinden we een ingang van wat eens het ondergrondse militair hospitaal was. Het ondergronds militair hospitaal van Fort Andrew was tijdens de Tweede Wereldoorlog een volledig operationeel ziekenhuis. Verdeeld over drie verdiepingen telde het 130 bedden. Een luguber gangenstelsel, beklad met schuttingborden, is alles wat er nu nog over is van het ziekenhuis. Dit is het ondergrondse militaire hospitaal op de basis Fort Andrew. Hier zijn de drie overlevenden van de Okana naartoe gebracht om verpleegd te worden aan hun verwondingen. En het lichaam van kapitein Jacob Bezier is hier in het mortuarium gebracht. Het is opgeklaard. We gaan op weg naar St. John's, de hoofdstad van Newfoundland en Labrador. Hier bevindt zich het Nederlandse oorlogsgraf van Jacob Bezier. St. John's ligt aan een natuurlijke baai die rechtstreeks in verbinding staat met de Atlantische Oceaan. Het is de thuishaven van vissersschepen en containerschepen en is de bevoorradingshaven voor de talrijke boorplatforms voor de Atlantische kust. De houten huizen hebben Scandinavische kleuren. Midden in de stad, met uitzicht op de haven, staat een oorlogsmonument waarmee de gevallenen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog worden herdacht. We bezoeken het Anglicaanse kerkhof van St. John's. Het ligt aan het water en is eeuwenoud. Nederlandse oorlogsgraven hebben een herkenbare vorm. Het graf van Jacob Bezier is hierdoor makkelijk te vinden.
Johan Theeuwissen van de Oorlogsgravenstichting legt namens de nabestaanden een bloemstuk op het graf van kapitein Jacob Bezier, gevallen voor het vaderland. Hij is maar 33 jaar geworden en liet een vrouw en kind achter. Het is een heel bijzonder moment om op een graf in den vreemde, zo ver van huis, bloemen te plaatsen. We doen dat ook voor de nabestaanden die hierbij niet aanwezig konden zijn. Zodat zij kunnen zien dat er toch nog aandacht wordt geschonken, aandacht wordt besteed aan hun graven. Het oorlogsverhaal is van belang omdat de geschiedenis zich telkens herhaalt. En wij moeten ervoor zorgen dat komende generaties niet diezelfde fouten zullen maken die wij gemaakt hebben. En aan de hand van het oorlogsgraf zijn alle dilemma's, alle keuzes die mensen hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna, die worden daarin verbeeld. En dat geeft onze jongeren een goed beeld voor de toekomst.